getting valuable minutes out of Federico Camos right now. Camos driving on Tyson Chandler, lost the ball off the strip. Chris Paul up quickly. Iguodala missed the dunk. That's two he's missed. I don't think he missed it. I think it went down, hit his shoulder, and came right back up again. I am nearly sure that's 2 points. And the three. Here it is. Yep, I was right. That ball went in, it hit his chest, and came right back out. That is 2 points. Watch this. He dunks through the hoop, and then it comes back out. Well, perhaps the referee thought that being able to jump that high should be illegal anyway. Niet om te zeggen, het was absoluut geen deeg of zo, maar ja, letsel toebrengen, ja, nou, ik vond het wel. Ja, maar zo, ik vind het allemaal nogal stevig. Zo heet dat dan. Ja, nee, fair enough. Ik zag het er niet in, maar ik heb alleen de beelden gezien. Ik zat er niet. Ja, leek mij ook lopen. Dat leek me een soort hele creatieve Eurostep. Ja. Met iets te veel Euro of iets te veel step.
Drie punten voor Warner. Gaat er niet in. En wie pakt de rebound? Jesse Markussen heeft hem nu. Grondgevecht. Ik zie niet wat de scheidsrechter aangeven. Maar ik denk dat de bal voor Almere is. On the court for Hipkin. Looking to the outside, Markovic fires it into Mekic, somehow it goes in! An incredible fluke of a basket for Hipkin, but when it's going your way,
Geniet het om naar te kijken. Johnson daagt iedereen uit, komt dan met een goede paas op Gerazi, rondspelen en dan is Dorsey Walker en Gerazi vrij voor de dunk, maar die mist. Nee. Ja, en ja, goede aanval, goed naar de ring gesneden, goede paas. En je ziet hè, mooi hoe die bal rondgaat. Hier, ja, deze mist hij. Hoogtloop ontevreden. Oh, oeh, en dat is een hele harde fout. Zo, dat leek een erg harde botsing. Een onsportieve fout.